www.deboodschap.today. Werkzaamheden sectie 4 Zwartenhovenbrugstraat in volle gang. De rehabilitatiewerkzaamheden aan de vierde sectie van de Zwartenhovenbrugstraat zijn in volle gang. Momenteel zijn de werkers van het aannemingsbedrijf Baitali NV drukdoende met de bestratingswerkzaamheden om de weg te finaliseren voor de asfaltering. De eerste asfaltlaag zal mogelijk rond medio september worden aangelegd. De vierde sectie van het rehabilitatieproject van de Zwartenhovenbrugstraat behelst de strekking tussen de Drambrandersgracht en het Molenpad. Projectingenieur Kishin Narayan zegt dat het werk in deze sectie obstakels heeft ondervonden vanwege de vele kabels en leidingen. Je moet met heel veel tact te werk gaan. De enorme regens hebben ook ervoor gezorgd dat we dagen, soms weken, niet hebben kunnen werken, stelt Kishin. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.